Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut, het NII. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, bewoners Apora hebben nu hun eigen basoprinter. SOSAFO lanceert Sociale Gids 2018, Fragment Melvin Bouva en DNA en SBB presenteert resultaten van hun producten. Bewoners van Apora hoeven sinds kort niet meer naar Paramaribo af te reizen voor hun basiszorgverzekeringskaart BASO bij het SZF. Het SZF heeft op maandag 25 maart een BASO-printer geplaatst in het dorp Apora. Enkele dolblije bewoners mochten uit handen van First Lady Ingrid Bouterse-Waldering, Volksgezondheidsminister Antoine Elias en SZF-directeur Rick Cormoli-Harjo hun BASO-kaart in ontvangst nemen. Nou, inderdaad, het is een mooi moment. Ik ben blij voor de samenleving hier. We hebben dat aangegeven. Ik heb gezien tijdens mijn speech of tijdens de overige speeches hoe de mensen hebben gereageerd. Ja, heel blij, heel gelaten. Omdat namelijk veel voor ze betekent. Ik heb mensen hier gehad toen het nieuws bekend werd dat wij hier zouden komen. Ja, en we zijn gisteren gearriveerd. Hebben wij direct ongeveer 150 aanmeldingen gekregen. Dat wil zeggen, de mensen hadden nog geen toegang tot gezondheidszorg. Ja. En toen ze hoorden dat SZF hier kwam, zijn ze gelijk hier gekomen. En ze waren zo blij van eindelijk kunnen we dus nu toegang krijgen tot die gezondheidszorg. Eindelijk kunnen we toch wel opteren voor die SZF-kaart. Omdat het anders voor hun ja, een hele lange reis zou betekenen. Of naar de stad, of naar Nieuw-Nikeri. Ik heb zelf die reis naar hier gemaakt en het is echt niet dichtbij. Het is heel ver. Dus ik ben blij. Blij dat wij hier, in opdracht van de regering, ik heb dat eerder aangegeven, overal waar we zijn geweest in het binnenland, ja, is het eigenlijk, het is indachtig de opdracht van de president die we hebben uitgevoerd, ja, om toch wel te decentraliseren met onze diensten, met de SZF-diensten. En het is niet alleen decentraliseren, het gaat er ook om, en dat heb ik ook al eerder gesteld, dat het naast decentralisatie is namelijk ook dezelfde service verlenen aan iedereen binnen Suriname, binnen het geheel grondgebied van Suriname. Ja, moeten de mensen de gelijke rechten hebben, de gelijke toegangskansen hebben tot het SZF. Maar ook namelijk, ja, moeten kunnen rekenen op dezelfde klantvriendelijkheid die het SZF biedt. DC, vandaag zijn er twee handelingen gepleegd, de Apora. Wat zal dit alles betekenen voor het heel gebied? Voor het heel gebied, het is positieve ontwikkeling. Vooral voor die leerlingen nu van Apora, dat ze dan optimaal nu gebruik kunnen maken van laptops. Dat is wat ik eerder zei, hun kennis vergroten ook. En voor de leerlingen die nog naar de vierde klas komen om nog computerletters. Het is een hele positieve ontwikkeling. Ja. Waren dit een van de punten die waren aangehaald tijdens de gesprekken toen? Ja, in zekere mate wel. Toch was dit wel aangehaald. En binnen een week zijn er acties ondernomen. Hoe kijkt u uit naar de overige projecten? Positief. Ik hoop dat het ook zo snel gaat met die overige projecten. Maar we werken er aan. Ik denk dat de mensen van dit gebied, en dat is het niet alleen voor Apora, maar ook Washabo, Section en Sand Landing, dat die heel blij mogen zijn. Het is voor hun kosten besparen. Want u weet, u hebt misschien geen idee hoe duur het is om de boot te pakken naar Nikeri te gaan of helemaal naar Paramaribo te gaan. Dus ik denk dat de mensen hier dolblij zullen zijn. Trouwens, er waren ook al heel wat signalen dat er vervallen kaarten zijn. Maar zoals u weet, kunnen we niet overal tegelijk doen. De opdracht van de president wordt uitgevoerd. Overal moet men dezelfde service krijgen. En zeker wat het verlengen van een BASO-BZV-kaarten betreft. Dus ik denk, Apora is nu aan de beurt. Er komen nog meer gebieden.
Dit is voor het heel Kabalibu-gebied eigenlijk. Niet alleen Apura, in de volksmond wel Apura, maar het behelst ook Kwashabo, Section en Sand Landing. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook verheugd, want er zijn er ook minder klachten van Edema, Karta vervalt, dat is Sumauchar en Sumauregistreer. Nu, de printer is hier, je komt. Ik wil wel een heel ernstig beroep op de mensen hier doen. De mensen zijn vaker nonchalant. Op tijd je kaart verlengen en dan heb je geen problemen. U heeft ook een handeling gepleegd bij het SZF-kantoor als dat gaat om volksgezondheid. En de directeur heeft ook aangegeven dat deze regering eraan werkt om iedereen te voorzien. Vandaag bent u in Apura. Wat zijn uw bevindingen hiervan? Nou, ik ben blij. Ik ben blij dat we decentraliseren, ook in de gezondheidszorg. Mensen hebben recht op volksgezondheid. Mensen moeten, als er iets met ze is, naar de dokter kunnen gaan. En ik ben blij dat deze regering het zo ver heeft gekregen dat er gedecentraliseerd wordt. En dat de mensen niet voor een kaart tot naar de stad hoeven. Je weet wat het allemaal kost. Als ik van Apura hier moet reizen naar de stad, bijna weet het al niet meer doen. Dus ik ben blij dat ze vanaf nu kan men ter plekke hun kaart halen. In de Nationale Assemblée heeft commissievoorzitter Melvin Bouva zijn betoog gehouden omtrent de ontwerpwethoudende nadere wijziging van regels voor verkiezing van de leden voor de volksvertegenwoordigerlichamen in Suriname, kiesregeling, en de ontwerpwethoudende nadere wijziging van het decreet politieke organisaties. Met de behandeling van deze twee ontwerpwetten zullen fundamentele vraagstukken, democratische vraagstukken, worden benaderd met het oog op verbeteren en versterken van ons kiesstelsel. Zoals ik eerder in de openbare commissievergadering heb aangegeven, heeft de commissie van rapporteurs enkele actoren uitgenodigd en gehoord om van gedachten te wisselen omtrent diverse aspecten de onderhavige wet rakende. Onder deze te noemen de presidentiële commissie evaluatie kiesstelsel, het onafhankelijk kiesbureau, het Centraal Hoofdstembureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de verschillende disciplines zijn tevens adviezen en voorstellen aangedragen ten aanzien van deze wetsontwerpen. Ook is er relevante documentatie naast het presidentieel rapport met de voorstellen van vrijwel alle politieke partijen opgevraagd en bestudeerd. Het mogen duidelijk zijn dat de commissie van rapporteurs onder mijn leiding met deze werkwijze alles in het werk heeft gesteld om de meest relevante deskundige personen, functionarissen en instituten te betrekken bij de voorbereiding van deze zeer belangrijke wetsontwerpen. Tijdens de openbare commissievergadering OCV ben ik tevens breedvoerig hierop ingegaan. Voorzitter, desondanks wil ik wederom gebruik maken van de gelegenheid om namens de commissie van rapporteurs, de deskundigen en de verschillende externe actoren dank te zeggen voor hun inzet, advies en bijdrage in deze. In mijn betoog, voorzitter, zal ik de nadruk leggen op de noodzaak voor het wijzigen van onderhavige ontwerpwetten, zowel op maatschappelijk als politiek gebied. En uiteraard zal ik aangeven wat het belang is voor Suriname en het Surinaams volk. En zal ik vervolgens afsluiten met wat vragen en aandachtspunten. Voorzitter, een kiessysteem of kiesstelsel is de wijze waarop verkiezingen van de volksvertegenwoordiging georganiseerd zijn. Het gehanteerde kiessysteem is van grote invloed op de wijze waarop een land bestuurd wordt. De wijze waarop de volksvertegenwoordiger wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel / de kiesregeling. Dit stelsel is mede bepalend voor het type volksvertegenwoordiging en het type bestuur en de wijze waarop dat in een land gekozen wordt. In dit kader dient de Grondwet van de Republiek Suriname als belangrijke wegwijzer en de kiesregeling behoort ook zoveel als mogelijk in overeenstemming te zijn daarmee. Dit staat ook duidelijk verwoord in de grondwet, met name artikel 52. Ik citeer,
De politieke macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend in overeenstemming met de grondwet. De politieke democratie kenmerkt zich door participatie en representatie van het Surinaams volk, welke tot uitdrukking komen door deelname van het volk aan het vaststellen van een democratisch politiek stelsel, alsmede door deelname in wetgeving en bestuur gericht op de handhaving en uitbouwen van dit stelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de Sociale Gids 2018 gelanceerd. Deze gids verschaft een goed overzicht van de ontwikkelingen en processen op sociaal, maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied binnen de Surinaamse samenleving. Wij nemen u terug naar dit moment. The first one is for you. Thank you very much. Thank you very much. Het ministerie van Sociale Zaken is het een grote stap voorwaarts dat we nu een revisie uitbrengen van de sociale gids. Aangezien voor zover ik weet de laatste sociale gids is uitgekomen in 2006, 13 jaar geleden. U kan zich voorstellen dat hoe dan ook de afgelopen 13 jaar er verschillende ontwikkelingen zijn geweest op verschillend maatschappelijk gebied in Suriname. En vandaar dat wij van mening waren, gezien de behoefte vanuit het veld, de vraag vanuit het veld van wie zit waar, wie doet wat, hoe kan ik wie, die en die bereiken, dat we van mening waren dat het de hoogste tijd werd om de sociale gids op te nemen. Ik wil in ieder geval alle mensen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze gids, maar in het bijzonder de UNICEF, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het mogelijk maken van het uitbrengen van deze gids, mijn dank uitbrengen. Vandaag vond de launch plaats van de sociale gids. Kunt u ons aangeven wat het precies inhoudt? Oké, een sociale gids is een verzameling van instellingen die sociaal-maatschappelijke dienst en hulpverlening bieden in Suriname. Wat is het doel hiervan? Oké, wij werden de afgelopen jaren, zoals de minister daar aangaf, in 2006 hadden we onze laatste gids, waarbij dus alle toen bestaande instellingen die dienst en hulpverlening gaven aan onze doelgroepen, daarin opgenomen. Er zijn de tijd zijn een aantal er nog, er zijn bijgekomen. En wij van het ministerie werden krom gebeld naar telefoonnummers, contactpersonen. En we hebben toen gedacht, weet je, het is nu zoveel en er wordt zoveel goed werk verricht ten behoeve van onze bevolking, dat we hebben gemeend om dan dat allemaal vast te leggen in een boek. Het natuurlijk, als we het vandaag uitgeven, zijn er zoveel andere instellingen die zeggen van ja, ik ben er ook of ik wist er niet van. Die worden natuurlijk ook opgenomen door zich te registreren bij het directoraat van bij het secretariaat van de directeur van Sociale Zaken. Hun gegevens worden opgenomen en om de 6 maanden wordt dat digitaal op de website van ISO geüpload. Iedereen bij het ontvangen van zo'n gids zal dan zo een link krijgen om dat ook digitaal te hebben. Wat natuurlijk ook makkelijker is voor andere organisaties, niet hier ten lande. We hebben 31 boeken, voordat je denkt zijn we natuurlijk er doorheen. Maar er bestaat nog altijd de mogelijkheid om dat digitaal te hebben. Vandaag een sociale gids ontvangen. Ik zag u daar net zo mooi erin bladeren. Wat vindt u er zelf van? Nou, ik vind het prima, omdat we een oude hadden, die dateerde van 2006. En vaak genoeg wanneer er stagiaires bij ons komen, dan moet ik ze die oude geven. Maar nu hebben we een nieuwe en dan kunnen ze meer en dan zie ik meer instellingen. En dan is het is veel makkelijker voor ons om verder te gaan. Mevrouw Shakshi, is het de eerste keer dat u zo een sociale gids heeft ontvangen? Ja, het is de eerste keer. Het is ook de eerste keer dat Parea erin staat. Want zoals de minister zei, de gids is de vorige gids van 2006.
En onze organisatie bestaat 4 jaar, dus we zijn blij dat we er nu in staan. En wat vindt u er zelf van dat de minister heeft aangehaald dat het om de 6 maanden er een nieuwe versie daarvan komt? Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Omdat er steeds weer nieuwe organisaties komen. En ik denk dat een van de krachten van ons zou moeten zijn, want er zijn zoveel instellingen die dingen doen, om te bundelen, samen te werken. En met zo'n gids weten we elkaar te vinden. Dus super. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, dat zich bezighoudt met de bevordering van duurzame en optimale benutting van de bossen in Suriname, heeft op woensdag 27 maart 2019 een presentatie gehouden van de producten die ze de afgelopen maanden hebben geleverd. Ik heb daarnet een presentatie gehouden over hoe ons bos verdwijnt. De ontbossingsactiviteiten worden in kaart gebracht op basis van satellietbeelden. Maar als we dat eenmaal in kaart hebben gebracht, dan zijn we nog niet klaar. Want dan willen we weten wat zijn de oorzaken van ontbossing. We denken aan mijnbouw, we denken aan landbouw, we denken aan infrastructuur enzovoorts. En in dit proces hebben we een aantal stakeholders ook erbij betrokken, want op satellietbeelden kan je niet in detail zien wat de oorzaak is van onze ontbossing. Dus we hebben een heleboel werksessies gehad met stakeholders om deze kaart te valideren. En dan zijn we niet daarop gebleven, want als we nog steeds een beetje onzeker waren over klassificaties, zijn we toen ook dus naar het veld gegaan om te kijken wat voor landgebruik er daar plaatsvindt. Ik heb cijfers gepresenteerd van de bosbouwsector voor 2017 en het gaat zowel om de productie als exportcijfers van hout en houtproducten. Als we een vergelijking moeten maken qua de cijfers van 2017 over de bosbouwsector, is er wel een drastische stijging? Er is wel een verhoging van de houtproductie. In 2016 hebben we in Suriname ongeveer 560.000 kubieke meter hout geproduceerd. En als we kijken naar de cijfers van 2017, zien we dat er een productie gerealiseerd is van 850.000 kubieke meter. Dus toch nog een stijging van de rondhoutproductie. Oké. Kunt u ons specifiek aangeven hoe de bosbouwsector een bijdrage kan leveren om de nationale economie weer in beeld te brengen? Kijk, we hebben, het is ook aangegeven in de presentaties, dat we veel bos hebben. En een deel van de bossen is op basis van beleid eigenlijk aangewezen, uitgetrokken om te benutten. Om eigenlijk commercieel ook te benutten, maar ook sociaal en milieufuncties eigenlijk te kunnen realiseren. We hebben gezien dat er door toedoen van houtkap er werkgelegenheid gecreëerd wordt. Dat is één, dat er een heleboel mensen in de houtbedrijven zelf, houtkap, houtverwerking en houttransport een baan vinden. En daarnaast is er ook zo dat rondhout een grondstof is dat verder verwerkt wordt tot houtproducten. In Suriname hebben we een heleboel bedrijven. Kijk naar die meubelsbedrijven, de timmerbedrijven, constructiebedrijven die hout gebruiken om eigenlijk hun productie ook te kunnen realiseren. En daar wordt er ook werkgelegenheid gecreëerd. We hebben de meting gedaan, directe werkgelegenheid binnen de houtsector. Dan praat ik over houtkap, rondhouttransport en houtverwerking, ongeveer 6.000 mensen een baan vinden. Maar als we verder gaan naar de houtmarkten, we hebben meer dan 200 houtmarkten in Suriname. U ziet overal de houtmarkten, de meubelbedrijven, de timmerbedrijven. Dat, naar mijn inschatting is er door te doen van houtkap zeker een werkgelegenheid creatie van 10.000. En kijk, als het gaat om een onderhoud van een gezin, 10.000 gezinnen. Neem gemiddeld dat er een gezin bestaat uit 4 mensen. Dan ziet u hoeveel mensen eigenlijk een brood verdient door te doen van houtkap. Calculeer u na. Verder is het ook zo dat voor houtkap er belastingen zijn. Als je een vergunning aanvraagt, een concessie, dan moet u daarop, als u het gekregen heeft, dan moet u daarop
een recht te betalen. We noemen het concessierecht. Het is een soort van belasting. Als u hout kapt, is retributie. Dat is ook een soort van belasting. We noemen het bosbouwheffingen. En het directe inkomsten voor de staat voor 2017, het was 124 miljoen. Het is ook redelijk veel geld. En zo levert de bosbouwsector een bijdrage aan de nationale economie. Hè? Maar dat is één deel van eigenlijk benutting van de bossen. We weten dat de bossen ook andere producten kunnen leveren. De non-timber noemen we. De bosbijproducten. De niet-houten bosproducten. En die, eigenlijk de registratie daarvan doen wij niet. Het is, vindt nog steeds plaats bij, ik meen LBB, afdeling natuurbeheer. En als we dat ook meenemen, dan gaat de bijdrage van de sector omhoog. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.